Nou, straks staan beide hekken open. Dus dan kun je ook zo midden door de hekken. Zullen we dit straks demonstreren? Kom maar achter me. Kom maar achter me. En niet dat ik straks voorloop, maar dan krijg je even gevoel voor het tempo. Overleden op 14 april 1945. Het was een paar dagen voordat Duurswoude en Wijnterp bevrijd werden. Pal voor de bevrijding is hij doodgeschoten. Hier ligt ook Jentje Welving. In november 1944. Dus kom nog maar even hier. Wat nou een beetje moeilijk is, Marit en Marit. Dat is dat jullie, als je voorop loopt, stoet. En als iedereen dan weg is, dan zit een taak erop. En dan gaan we tevreden naar de fiets. Gewoon zo'n volledige stilte, omdat er ook geen verkeer is. Dat is zo bijzonder. Mm-hmm. Ja? Yeah. Zullen we het zo doen dan? Ja. Ja? In deze tijd van vrede in mijn leven is het lastig te bevatten dat 73 jaar geleden op de plek waar ik nu zit, mensen stierven voor mijn vrede. Mensen stierven voor mijn vrijheid. En wat raar om te bedenken dat op dit moment op deze aarde er nog steeds mensen sterven voor de vrede en de vrijheid. Voor een meisje net als ik, zodat zij later, net als ik, over 73 jaar mag klagen over school en huiswerk, in plaats van bang te zijn voor bommen en de dood.